Hallo mensen, welkom in Minecraft 1.8. In deze update is er een heel leuke feature gekomen en die heet de World Border. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe en waarom je hem moet gebruiken. Welkom in deze vlakke wereld. En ik ga als eerste even praten over het feit waarom je een World Border zou willen hebben. Dit is handig als je, zoals Zeppelin en zijn groep, bijvoorbeeld hardcore speelt of überhaupt survival speelt en je wilt zorgen dat je niet in één keer heel de wereld tot je beschikking hebt, maar dat je moet wachten totdat je bijvoorbeeld bij die ene diamant komt. Dan kun je zorgen dat de world border langzaam groter wordt en daardoor krijg je steeds meer resources tot je beschikking. Nou, hoe je dit doet, als eerste, hoe maak je de world border? Het gaat allemaal om het / world border command. Als je die gewoon intypt, zie je dus wat je allemaal kunt doen. En als eerste zet ik hem op. Dus om dat te doen, kun je dus de grootte dat die moet zijn. Ik doe nu even 10. En de tijd in seconden. Dat maakt me dit niet uit. Als je gewoon een world border wilt hebben die niet groter of kleiner wordt, doe je gewoon dit. Nou, ik kan hem ook even centeren. En dat moet dus met het x en het y, met de x en het z coördinaat. Dus het gaat nu om min 2 en 13. En dan is het middelpunt op mijn blokje. Ik zit er nu in. Zoals jullie kunnen zien, ik kan er nu niet uit. Dit is dus de world border. Ik zal jullie straks laten zien dat het niet helemaal klopt dat je er niet uit kan. Maar in principe kun je er niet uit. Jullie kunnen nu zien, hij staat dus stil. Wat, als je nou wilt, zoals in Ultra Hardcore van Zeppelin, dat hij langzaam groter wordt. Hij is nu 10 blokjes. Ik wil dat hij naar 20 blokjes gaat en ik wil dat hij daar een minuut over duwt. Dus tijd gaat in seconden. Nu is hij groen geworden en nu zien jullie dat hij langzaam groter wordt. Het kan ook sneller. Nu wil ik dat hij naar 20 blokjes gaat in 10 seconden. Naar 30 blokjes gaat in 10 seconden. Nu gaat hij heel snel. Maar je kunt er dus ook voor doen dat hij bijvoorbeeld 10 blokjes per dag gaat. Dan moet je dus even uitrekenen hoeveel seconden er in een dag zitten. Als ik het goed heb, 34.800 seconden. Als ik het goed heb. Maar goed, daar gaat nu dit om. Maar je kunt er ook voor zorgen dat die verkleint. Dus ik wil nu dat hij naar 10 blokjes gaat, niet naar 100 blokjes. En dat hij daar een minuut over doet. Nu zal ik jullie ook laten zien. Ik zal even. Dit ging een beetje snel. Ik zal hem even 2 minuten erover laten doen. En nu zal ik jullie zien dat je er wel degelijk uit kunt. Als je nu hier gaat staan en je wacht even totdat hij door het volgende blokje is. Het is een beetje random. Ik heb niet altijd dat ik het uitprobeerde op hetzelfde punt gehad, maar op een gegeven moment kun je weglopen. En dan zit je dus buiten de world border. Ik zal even laten zien in survival. Nou, in creative kan dit. In survival kan dat niet. Wanneer ik er nu in zit, kan ik er niet direct uit. Dat lukt dan omdat hij precies op de scheiding was toen ik er doorheen liep. En nu wacht ik weer even. Dat zie je dat het geen toeval was.
De world border. Ik ga naar het volgende blokje toe. En nu was ik zo dom om van het blokje af te stappen. Dit komt dus doordat het player model wordt gerenderd op dat blokje. Op dit moment op dit blokje. En de world border duwt je niet weg. Dat is dus zeg maar een nadeel. Ik ga deze bug, als je het zo wilt noemen, ook reporten aan Mojang. Omdat ik vind dat dit niet kan. Ik zou ook niet echt weten waarom je een world border wil hebben die kleiner wordt. Ja, je kunt erover zeggen zo van, met UHC bijvoorbeeld, dat het wordt dat in het begin, dat je alles tot je beschikking hebt, dat je helemaal goed uitgerust kan worden. Diamond armor, alles helemaal goed. En dat je dan alle mensen steeds dichter bij elkaar brengt. Dit is op zich best leuk idee. Nou, hij is weer blauw geworden. Hij is weer tot 10 blokjes gekomen. Nou, wij als mensen, als players, die kunnen dus niet uit de world border. Het kan wel, maar dat is dus zeg maar gewoon cheaten. En het kan niet als je survival zit. En ik zou echt niet weten waarom je een world border zou willen in een creative wereld. Behalve als je, zoals ik nu, een tutorial erover maakt. Dieren die buiten de world border staan, ik kan er niet spannen. Maar als ze daar spannen, gewoon door de random Minecraft ding, dan blijven ze daar leven. Als speler ga je dood, maar zij blijven leven. Als het goed is, ik weet niet zeker of het al helemaal goed is. Of dat ze het toch nog weer hebben veranderd, maar goed. De NPC's die binnen de world border spant, die kunnen er ook niet uit. Dingen zoals pijlen kunnen er wel uit. Die zit nu dus daar. En als je bijvoorbeeld ding iets er buiten gooit, je kan hem niet verder buiten gooien. Maar hij zit dus op hetzelfde. Hij blijft op het randje van het blokje zitten als waar de world border staat. Maar je kunt het wel oppakken. Deze pijlen kan ik niet oppakken, want die zitten te ver weg. Maar die pijl kan ik wel oppakken. Ook TNT kanonnen. Die kunnen de TNT gewoon de world border uitschieten. Ik zal al de commands in de beschrijving zetten, zodat jullie die makkelijk kunnen overnemen. Bedankt voor het kijken naar het filmpje over de world border. Ik hoop dat het jullie heeft geholpen. Kijk ook even mijn andere filmpjes. En bedankt, tot de volgende keer.